Deze webles die onderdeel uitmaakt van de eindexamentraining HVO 5 gaan we kijken naar het begrip warmtestroom. En Warmtestroom en de kennis die je daarvan moet kennen, dat is typisch iets wat wel in het HVO 5 examenprogramma zit, maar niet, niet in die van VWO6. En we gaan uh, het begrip warmtestroom gaan we toepassen aan de hand van een voorbeeldopgave en het voorbeeldopgave gaat over twee verschillende huizen. In allebei de huizen is het 20 graden binnen. En de buitentemperatuur is in allebei de gevallen 15 graden Celsius. In allebei de huizen is een kachel aanwezig. En er is aangegeven hoe groot het verlies is, het warmteverlies, van binnen naar buiten. En dan zien we al meteen dat het pijltje bij huis A van het warmteverlies groter is, dikker is dan het pijltje bij uh, huis B. Dus het warmteverlies in huis A is groter. Als alles verder identiek is, grote identiek is, dan houdt dat dus in dat huis A slechter geïsoleerd is dan huis B. We krijgen er nog een plaatje bij en dat is een plaatje van het mogelijke temperatuurverloop in huis A. En op tijdstip T is nul, begint dat natuurlijk op 20 graden Celsius, want dat is de temperatuur binnen in huis A. En met deze informatie krijgen wij twee vragen. En die twee vragen die zien er zo uit. Die zijn eigenlijk gepresenteerd in de vorm uh, voer uit en dan dubbele punt. Dat uh, zie je wel eens vaker in examens. Dan krijg je eigenlijk meer dan één vraag verstopt um, onder één cijfertje. Hè. Dus dit is uh, vraag 5 uh, bijvoorbeeld. Maar je moet wel verschillende dingen doen. Eigenlijk moeten we twee losse vragen doen. Ja, ze hebben wel erg met elkaar te maken. Ze slaan allebei op, hetzelfde, um, op dezelfde kennis en op dezelfde plaatjes. Maar het zijn wel twee duidelijk losse vragen. En vraag A, bovenste vraag, luidt: Geef in de figuur met de letter A aan welke grafiek het temperatuurverloop in huis A het beste weergeeft. Dus dan moeten we kijken naar het rechterplaatje. En je ziet dat we daar vier verschillende grafieklijnen hebben. Het is een geef aanvraag, dus we hoeven niets uit te leggen. En eigenlijk is het, dus eigenlijk, eigenlijk is het een verkapte een multiple choice vraag. Want we moeten dus een A zetten. Bij een van die vier lijntjes. En je hebt sowieso 25% kans dat het goed is. Dus wat er ook gebeurt, deze vraag maak je altijd. Wij willen hem natuurlijk nu goed maken, dus we gaan even nadenken. Even kijken, wat is de situatie? Het is 20 graden Celsius. De buitentemperatuur is 15 graden Celsius. Als we nu naar het de diagram kijken met de vier grafieklijnen, dan zijn er eigenlijk meteen twee lijntjes die we direct kunnen afstrepen als mogelijke kandidaat, dat is namelijk de lijn dat het warmer gaat worden in het huis. Nou, dat, is, dat zou heel vreemd zijn, want uh, je ziet ook in het plaatje dat het, uh, het warmtevlies groter is dan uh, de, de warmtestroom van de verwarming, dus de temperatuur zal altijd afnemen. Dus de bovenste lijn is het zeker niet. Ja, en tot welke temperatuur zal de temperatuur in huis afnemen? Het zal nooit kouder kunnen worden dan 15 graden Celsius. Want buiten is het 15 graden Celsius. Dus uh, de onderste grafieklijn, die uiteindelijk eindigt op 13 graden Celsius, die zal het ook niet zijn. En nu hebben we de keuze al uh, weten te beperken tussen twee lijnen. Dat is uh, de eindtemperatuur wordt 15 graden Celsius of de eindtemperatuur wordt 17 graden Celsius. Ja, en dan moet je eventjes gaan redeneren. Ja, wat gebeurt er nu eigenlijk hier, natuurkundig gezien? Stel, ik zou geen verwarming hebben. Dus die P-verwarming zou er niet zijn, dan krijg ik warmteverlies. In het huis is het 20 graden Celsius. Buiten huis is het 15 graden Celsius. In het begin zal de temperatuur st relatief sterk afnemen. Die temperatuur gaat steeds langzamer afnemen. Maar op een gegeven moment, als je me lang genoeg wacht, zal het in huis ook 15 graden Celsius zijn. Want dat is als de verwarming uitstaat. Wat nu als de verwarming wel aanstaat? Dan krijg je dus constant dat er ook warmte in huis vrijkomt en je krijgt ook constant dat de warmte vanuit het huis uh, naar de omgeving gaat en op het moment dat de temperatuur in huis lager gaat worden wordt ook die stroom van binnen naar buiten die warmtestroom, kleiner en op een gegeven moment krijg je een evenwichtssituatie dan zal de kachel evenveel warmte in het huis brengen als dat er uh, aan warmte uh, verlies uh, het huis verlaat en dat zal altijd zijn bij een temperatuur hoger dan 15 graden. Want als je de kachel uit zou zetten, dan kom je op 15 graden uit. En met de kachel aan krijg je dus een evenwichtssituatie hoger dan 15 graden. Nu hoeven we niet uit te gaan rekenen uh, hoeveel hoger. Want uh, we moeten alleen maar een keuze zien te maken tussen twee lijntjes. Die ene stopt op 15 graden Celsius. En die andere stopt hoger dan 15 graden Celsius, maar wel lager. Dan 20 graden Celsius. Ja, dat is dus de goede keuze. En dat blijkt dan 17 graden Celsius te zijn. Dus uh, wat doe je op je examen? Je zet bij die lijn een duidelijke A, zoals ook gevraagd is. De tweede vraag is: teken in het diagram het temperatuurverloop in huis B. Nou, dan moeten we ons eventjes gaan richten op de situatie in huis B. En dan zien we dat het in huis B ook 20 graden Celsius is. En de buitentemperatuur ook 15 graden Celsius. Uh, en dan kunnen we ook eens gaan kijken: wat is, hoe ziet de warmtestroom eruit? De kachel zorgt voor een bepaalde warmtestroom het huis in. En er is een bepaalde uh, warmteverlies het huis uit. En als je nu huis B vergelijkt met huis A, dan zie je één groot verschil. Dat is namelijk dat die twee stromen bij huis B even groot zijn. Dus de kachel brengt precies evenveel warmte het huis in. als dat er uh, warmteverlies optreedt. Naar buiten toe. Dus netto uh, heft het elkaar precies op. Ja, en wat houdt dat in voor de temperatuur? Dat houdt in dat die temperatuur in huis constant blijft. En die is dus 20 graden Celsius en die blijft 20 graden Celsius. Dus hoe ziet het uh, temperatuurverloop eruit? Dat is een rechte lijn. Tweede vraag over warmstroom. Gaat uh, over, uh, ook over een huis, maar dan over een schuindak. Dus een andere situatie. Uh, een goede manier om een schuindak te isoleren is het aanbrengen. Van een laag steenwol. En steenwol is verkrijgbaar in verschillende diktes. En uh, om deze vraag te kunnen oplossen. Gaan we gebruik maken voor de formule van warmtestroom. En de formule staat in het blauw weergegeven. Even snel wat zijn nu de, de verschillende uh, letters. Wat, wat zijn de verschillende grootheden ook alweer. P is de warmtestroom in joule per seconde. A is het oppervlak in dit geval van het dak. Delta T is het temperatuurverschil tussen binnen en buiten, dus eigenlijk temp temperatuurschil tussen, tussen beide kanten van het dak. d is de dikte van uh, de laag steenwol en dan hebben we ook nog een Griekse letter de lambda en dat is de warmtegeleidingscoëfficiënt en zo hebben we de hele formule even kort uh, doorgenomen. Nou we mogen, uh, daar krijgen we namelijk in de tekst aangegeven we mogen twee dingen constant laten dadelijk. Dat is namelijk het oppervlak van het dak. Dat is vrij logisch. Het dak wordt niet groter of kleiner. En het temperatuurverschil blijft ook gelijk. En dan wordt het nu tijd voor de vraag. De vraag wordt: geef in de tabel hieronder voor zowel de grootheden P als lambda aan of deze grootheden kleiner worden, gelijk blijven of groter worden, als de dikte van de isolatie toeneemt. Nou, ik heb hier even de, de sleutelwoorden. Uh, Dik gemaakt, of het sleutelwoord is eigenlijk geef. Hè? Dus ik hoef niks uit te leggen, ik hoef alleen maar dingen in te vullen. Um, en ik moet iets uh, zeggen over p en over lambda. En wat gaat er gebeuren? De dikte neemt toe. En ik heb de formule nog even bijgezet. En we gaan eens even kijken hoe we dit gaan oplossen. Nou, laten we beginnen met lambda. Wat gebeurt er met lambda als de dikte, de letter d, in de formule toeneemt? Ja, dan moet je natuurlijk. Even goed doorhebben wat die lambda nu ook alweer is. Lambda is de warmtegeleidingscoëfficiënt. En uh, als je theorie, uh, als je die op een rijtje hebt, dan zul je weten dat de warmtegeleidingscoëfficiënt dat dat een stof-eigenschap is. En wat wil een stof-eigenschap zeggen? Dat wil zeggen dat die eigenlijk alleen maar afhangt van het soort materiaal waarmee je te maken hebt. Dat hangt dus niet af van de grootte van het dak, het temperatuurverschil, van de dikte van uh, de laag. Of van de warmtestroom. Lambda is dus in dit geval een constante. Die zal niet veranderen, want we gaan geen ander materiaal gebruiken. We maken alleen het materiaal wat we al hadden, maken we een dikkere laag van. Dus uh, lambda mag je gewoon een kruisje zetten bij, blijft gelijk. Hoe zit het dan met p? Nou, Ook weer hier gaan we even kijken naar de formule. P is gelijk aan van alles uh, gedeeld door D. Uh, en ik ga het eerst even anders opschrijven, die formule. Ik ga die formule eerst zo opschrijven, Dan mag ik gewoon. Dit is precies hetzelfde als uh, de formule waarmee ik begon. Uh, maar dit heeft één groot voordeel als ik het zo opschrijf, voor mezelf dan. Ik heb nu drie grootheden boven de streep staan. Lambda, het oppervlak en het temperatuurverschil. En van elk van die drie grootheden weet ik eigenlijk al dat die constant zijn. Die mag ik als constante beschouwen. En eigenlijk eh, houdt dat dus ook in dat als ik die drie grootheden met elkaar vermenigvuldig, zoals ze ook in de formule staan, dat er dan ook een constante uitkomt. En dan is mijn eh, formule vereenvoudigd, en dan staat er eigenlijk: p de warmtestroom is gelijk aan een constante gedeeld door d. En d ga ik groter laten maken. Wat gebeurt er dan met p? Ja, als ik dus een constant getal ga delen door een groter getal. Dan wordt dat wat eruit komt alleen maar kleiner. Dus p zal kleiner worden. En eh, geef het even duidelijk aan, je hoeft het niet uit te leggen, en bij deze heb je de vraag beantwoord.